Dames en heren, welkom bij deze raadsvergadering. Volgens mij de eerste van dit jaar. Ja, natuurlijk. De eerste van 2018. Ik heb naar de agenda zitten kijken. Volgens mij hebben we niet zo heel veel te behandelen. Nou is het mijn ervaring dat als je weinig te doen hebt, dat het dan vaak ontzettend moeizaam gaat. Maar vandaag niet, geloof ik. Nogmaals welkom. Daarmee heb ik de vergadering geopend. Ga ik naar spreekrecht burgers. We hebben één aanmelding ontvangen, dat is de heer Oosterveen. Over het onderwerp legalisatie medicinale thuisteelt cannabis. En hij krijgt 5 minuten. Meneer Oosterveen, u weet hoe het werkt. Want u was hier al eens eerder. Ja. Goedenavond. Ik ben hier dus voor de legalisatie van de medicinale thuisteelt. Wilt u even het knopje in? Is het knopje ingedrukt? Ja. Oké, nou goed, prima. Staat een beetje zacht. Goedenavond. Ik ben hier voor de legalisatie van de medicinale thuisteelt van cannabis. Dit is iets wat vandaag de dag al voor 50% is toegestaan. Het is per huishouden toegestaan om maximaal 5 cannabisplanten te kweken. Echter, op het moment dat de politie erachter komt, mogen zij dat in beslag nemen. Ik sta hier voor de medicinale gebruikers, dus los van de recreatief gebruikers. Op het moment dat die planten bij hun in beslag wordt genomen, wordt hun medicijn in beslag genomen. Dat is op zich vrij heftig. Ik heb daarom het verzoek of de raad een motie wil indienen richting de burgemeester. Het mooie hiervan is, dit valt gewoon binnen het huidige regeerakkoord. Het nulbeleid blijft intact. Dus de coalitiepartners, gemeentebelangen en CDA Dalfsen, die houden hun woord. Hun hoeven niet hun woord te breken voor deze motie. Dat was het. Ik vat samen, u pleit voor het toestaan van medicinale wietteelt voor eigen gebruik. En dat er dus niet in beslag wordt genomen. En u vraagt de raad om daar een initiatief in te nemen. Oké, dank u wel. Ik kijk even rond. Heeft iemand vanuit de raad behoefte om vragen te stellen? Meneer Nijburg, precies. Ja, één vraag die mij dan boven komt is, over hoeveel gevallen gaat het in Dalfsen? Weet u dat? Hoe bedoelt u dat? Patiënten? Nou, in hoeveel gevallen worden die planten in beslag genomen? Hoe vaak is dat gebeurd? Geen idee, maar ik heb onlangs zelf nog een inval gehad van een anonieme melding. Bij mij was er dan geen sprake van een kwekerij. Maar dat is wel iets wat weer kan worden voorkomen. Voor de rest, hoeveel de politie doet, die data is mij onbekend. Ik denk dat dat voor een motie belangrijk is, maar de burgemeester weet waarschijnlijk het antwoord ook niet. Zover ik weet is dan, als het gaat om thuisteelt, is er in mijn periode nog niks in beslag genomen. Maar ik wil dat best uitzoeken voor u, want ik doe het nu echt vanuit mijn geheugen. Ja, we hebben vorige keer ook al gevraagd om feiten, dus het lijkt me goed dat die feiten dan op tafel komen. En dan is het zinvol, maar volgens mij is dat al heel lang zo bij de politie, dat er gewoon niks op wordt gedaan. En mag je gewoon 5 planten hebben? Ik heb er ook, nee, ik heb geen. Dat is wat ik zeg, maar ik voor de zekerheid zal ik het nog een keer navragen. Anderen nog? Ik vind dat een goed voorstel. Als u dat zou willen navragen en kijken of dat in onze gemeente echt dat probleem bestaat, dan kunnen we eventueel overwegen om er wat aan te doen. Maar als het probleem niet bestaat, is het ook nutteloos. Ja, kan ik na de afronding? Meneer Oosterveen, mag ik u bedanken voor uw inbreng. En in ieder geval heb ik de toezegging gedaan dat ik even zal uitzoeken in hoeveel gevallen er sprake is geweest van het in beslag nemen van wietplanten bij privéteelt. Dus dat is daar waar sprake was van 5 of minder planten. Overigens kan ik u nu wel zeggen dat daar wat mij betreft in de opsporing geen prioriteit aangegeven is in de afgelopen jaren. En u heeft het ook nooit genoemd, meen ik mij te herinneren. Dus, maar ik zal het uitzoeken. Dank u wel. Punt 3, de vragenronde. Dan kom ik bij mevrouw Schiphorst naast mij. En die heeft een vraag, met name gericht aan de heer Uitslag en het hele college natuurlijk. En dat gaat over pleegzorg tot 21 jaar. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter.
CDA-fractie heeft vragen over de pleegzorg inderdaad tot 21. De overgang van 18 minners naar 18 plus in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. En dat geldt ook voor de pleegzorg. Pleegkinderen verdienen een veiliger, stabiel thuis. Ook als ze 18 plus zijn. Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender zegt dat ze 18 zijn geworden. Maar er worden op dat moment wel allerlei volwassen keuzes van hen verwacht. Wonen, over opleiding, over inkomen, over werk, ziektekosten, zorgkeuzes, ondersteuning. Het is nu wettelijk geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding stopt als je 18 jaar wordt. En voor sommige jongeren betekent dit dat zij zelfs het pleeggezin moeten verlaten en alles volledig zelf moeten doen. En daardoor kunnen ze opnieuw in de problemen komen. Er zijn zelfs nu heel veel jongeren uit gewone gezinnen, reguliere gezinnen, die na hun 18e nog jaren terugvallen op hun ouders. En sinds de decentralisatie van de jeugdwet in 2015 hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. En wij hebben daarom de volgende vragen of hierover. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag? En welke ervaringen zijn hiermee opgedaan? Hoeveel jongeren van 17 tot 17,5 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente? We zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die ze ontvangen. En hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind. Zijn uw klachten of meldingen bekend dat door onze gemeente gehanteerde tarieven naar de pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze gemeente? Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21ste jaar geregeld wordt, of regel wordt. En dat het een uitzondering wordt om pleegzorg eerder af te sluiten. Bijvoorbeeld als het in het pleeggezin niet langer gaat of als de jongere echt toe is aan zelfstandigheid. Deelt het college dit standpunt? En bent u bereid eventueel mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk te maken en de raad te informeren en een voorstel te doen? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schipholst. Wethouder Uitslag, mag ik u om een reactie vragen? Dat mag, voorzitter. Dank u wel. Als gemeente hebben we de pleegzorg samen georganiseerd met via het service team Jeugd Overijssel, voorheen de BVO. Als gemeente betalen we ons aandeel van de kosten op basis van een vast percentage. Dus niet per kind. In ons werkgebied zijn partijen als Trios en Timon de partijen die de kinderen plaatsen bij pleeggezinnen en de betaling van de pleegvergoeding doen. En als gemeente hebben we daarmee niet alle gegevens zelf beschikbaar. Dat even vooraf. Op basis van uw vragen. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie gebruik gemaakt van de verlengingsmogelijkheid? En welke ervaringen zijn er mee opgedaan? 1 en 2. Ik pak ze even samen omdat wij geen gevallen hebben waarmee het verlengd is geweest. Dus ik heb ook geen ervaringen te delen in onze gemeente. Hoeveel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente? Volgens onze gegevens hebben wij 23 jongeren in de pleegzorg. Dus de totale groep. Waarvan er 3 17 jaar zijn. Dus er is een beperkt aantal, gelukkig. Over uw vraag of er klachten of meldingen bij ons bekend zijn over de tarieven die wij hanteren. We hebben geen klachten gehoord, of ik heb ze niet, ze hebben wij niet bekend, over de hoogte van de vergoeding aan de pleegouders. En misschien wel goed om te vermelden dat de hoogte van die vergoeding landelijk wordt vastgesteld. Dus daar hebben we ook als gemeente niet al te veel invloed op. En met betrekking tot de bereidheid van het college om informatie te delen met het ministerie. Ja, natuurlijk willen die informatie delen. Maar zoals ik al zei, we hebben het regionaal georganiseerd. En het lijkt ook ons meer voor handen liggend om dat centraal te doen als die vragen komen van het ministerie. Dat ze daartoe verwijzen. Dan hebben ze ook gelijk een heel groot gebied bestreken. Dan uw zesde vraag, die over de verlenging van de pleegzorgleeftijd naar 21 jaar. We hebben als college daar nog een vergeten standpunt in genomen. En dat is mede gezien het aantal pleegkinderen wat we in Dalfsen hebben, tot 18 jaar. En het ontbreken van 18-plussers. Maar dat
mogen duidelijk zijn. Overigens is het zo dat, mocht de gevallen zich voordoen, u bent van ons gewend dat we ons meedenkend opstellen en dan samen naar een oplossing zoeken. En dat zal ook zeker dan het geval zijn. Dat zijn de vragen, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Schiphorst, naar aanleiding hiervan. Dank u wel voor de beantwoording en voor de informatie die we hebben ontvangen. U geeft aan dat u geen ervaring heeft in het verlengen. Dus er zijn geen 18-plussers die een verlengde pleegzorg hebben aangevraagd dan wel hebben ontvangen. U geeft nu aan 3 keer 17. Dus als ze 17,5 worden, dan begint de druk opgevoerd te worden dat de ouders, de pleegouders dan met name, en de voogd gaan vragen van wat is je plan? Waar ga je wonen? Waar ga je dat van doen? Welke verzekering ga je aannemen en alles wat op die jongeren afkomt. En wij willen ervoor pleiten om dat daar waar het mogelijk is te verlengen. En we willen u vragen om uw best te doen om ook die 3-17-jarigen op dit moment, en ik weet ook dat er mensen uitgestroomd zijn die 18 plus zijn geworden, om daar toch de contacten mee te leggen om te kijken hoe het gaat. En ik wil graag uw reactie daarop horen. Ja, wethouder. Ja, voorzitter, natuurlijk de kwetsbare jongeren die in onze gemeente wonen, kwetsbare mensen, inwoners, hebben oog voor. Het is zo, en daar kan ik ook heel veel aan veranderen, dat de jeugdwet tot 18 jaar gaat. Hè? En vanaf 18 jaar ben je volgens onze wet volwassen. Dan val je ook onder een andere regime. Hè? Maar goed, ik heb u eerder verteld over transformatie en dat we ons wat minder van de wetten proberen aan te trekken. Tenminste, de kaders die de wetten afzonderlijk geven, maar meer het totaal van de kaders. En dat houdt natuurlijk in dat we mensen blijven volgen, daar waar kan. Maar we zijn niet de eerste aangesproken persoon. De trias en Timon in mindere gevallen zijn bij ons de intermediair. Die bewaken ook, die begeleiden ook. En daar waar die signaleren dat de persoon in kwestie te kwetsbaar is, dan doen zij ook het signaal richting de gemeente om die te verlengen, die periodes. Dus we hebben het wel zodanig georganiseerd dat we gezondheid daar kwaliteit op hebben zitten om dat te bewaken. En we zien ze als gemeente daarmee niet helemaal zelf. Dus ik kan u niet de keiharde toezegging doen dat we al die jongeren zelf nog een keer het gesprek mee aangaan. Die hebben misschien de gemeente nooit gezien. Maar we zijn wel verantwoordelijk en dat wil ik u wel meegeven. Dat u dus ook de contacten met Rias en met Timon duidelijk houdt. Duidelijk die lijnen kort houdt. Ja, ik ben al begonnen met zeggen dat wij oog hebben voor onze kwetsbare inwoners. Ja. En daar geldt deze groep ook voor. Van harte ondersteuning. Vindt u het goed dat ik het daarbij laat? Want anders gaan we, denk ik, te veel de diepte in. Iemand anders nog, naar aanleiding van deze vragen en de reacties. Meneer Rooijakkers. Ja, ik vind het natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Alleen valt me wel op dat voor de verkiezingen er heel veel zendtijd komt met dit soort vragen. Maar ik heb even een vraag aan het CDA. Het CDA staat er, wil dat de pleegzorg tot het 21ste jaar de regel wordt. Is dat uw eigen mening in de fractie of is dat ook landelijk beleid van het CDA? Want daar kunnen ze er namelijk wat aan doen. Het is de mening van onze CDA-fractie, dus het Dalser lokale. En we weten ook dat we vanuit het CDA landelijk hiervoor aandacht vragen. En zelfs de minister Hugo de Jonge wil zich daar hard voor maken. Dus we proberen van alle kanten naar die 21 jaar op te plussen. Beide dus, meneer Royak. Zeker. En op uw reactie op uw, het is weer verkiezingstijd. Mijn vragen over jeugdzorg zijn de afgelopen 4 jaar gesteld. Dank u wel. Ik ontkende niet dat het niet belangrijk was. Voorzitter. Het is prima. Kijk nou even rond. Anderen nog? Nee? Mag ik naar mevrouw Ramerman van het CDA? En die heeft een vraag of vragen over de toegankelijkheid van fietspaden. Mevrouw Ramerman. Dank u wel. Voorzitter, een goede bereikbaarheid van ons buitengebied. De onderlinge bereikbaarheid van de kennen, maar ook het fietsverkeer naar plaatsen om ons heen, zijn van essentieel belang. Wij vinden het belangrijk dat fietspaden er goed en veilig bij liggen voor school- en woon-werkverkeer naar de plaatsen om ons heen, zodat we een gezonde levensstijl promoten. We hebben al eerder aandacht gevraagd voor de veiligheid van en voor de fietssnelwegen richting Zwolle vanuit Oud-Leusden over de parallelweg langs de N340 en het fietspad vanaf Leemleveld langs het Overijse Kanaal. Het verbaast ons dan dat we klachten krijgen over de toegankelijkheid van de fietspaden vanuit Leemleveld richting Zwolle en Raalte.
Langs genoemde fietspaden liggen zandwegen. Doordat er geen paaltjes tussen het fietspad en de zandwegen staan, wordt het fietspad als rijbaan gebruikt, waardoor er veel zand op de fietspaden komt. Ik heb wat foto's gemaakt gistermiddag. Nou, je ziet haast het verschil niet tussen het fietspad en het zandpad. Het is één glibberboel. Ik heb die maar even gemaakt ter ondersteuning, dat je weet waar we het over hebben. De CDA-fractie heeft dan ook de volgende vragen. Deelt de gemeente onze mening dat deze fietspaden schoon moeten zijn, zodat de fietspaden goed te zien zijn en veilig zijn? En waarom staan er geen paaltjes langs deze fietspaden om te voorkomen dat auto's gebruik maken van de fietspaden? Zoals bij het gedeelte vanaf de Klunhaasbrug tot aan de afslag Tibbesteeg, want daar staan wel mooie paaltjes en je ziet gelijk het verschil. Wij zijn van mening dat deze fietspaden schoon moeten zijn om gladheid, dus onveiligheid, te voorkomen. Dat het onderscheid tussen fietspad en zandpad goed zichtbaar is en dat de auto's geen gebruik kunnen maken van het fietspad, wat ook de veiligheid ten goede komt. En dan de derde vraag, is de gemeente bereid om langs deze fietspaden palen of iets dergelijks neer te zetten om bovennoemde problemen met betrekking tot vieze, gladde en daardoor slecht zichtbare fietspaden op te lossen? Dit om de veiligheid te verbeteren? Het CDA is van mening dat dit met minimale inzet en kosten geregeld kan worden, dit voor een veilig fietsverkeer richting Zwolle en Raalte. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Hamerman. Wethouder van Leeuwen, denk ik. Bent u daartoe bereid? Ziet u het probleem? Om te beantwoorden ben ik zeker bereid, voorzitter. Ik zou niet anders durven. Fietspaden moeten schoon zijn en we delen uw mening. Echter, het bevreemdt ons dat u de meldingen krijgt en dat wij ze niet krijgen. Want als wij die melding krijgen, dan gaan we ze schoonmaken. De paaltjes langs de fietspaden die u noemt ontbreken, omdat er een landelijke instantie is, het CROW, die richtlijnen geeft voor de veiligheid van verkeer en fietspaden. En daarin wordt aangegeven in die richtlijnen dat het beter is om een, ik vind het een hele vreemde term, vergevingsgezinde berm te hebben. Ik interpreteer het even als een overrijdbare berm. Waardoor een fietser als die in de berm belandt een eerlijke kans heeft om door te fietsen en niet tegen een paaltje aan te knallen. Want wat u veiligheid noemt, is tevens een gevaar voor de fietser. Langs de Oude Oever, waar we bezig zijn om het fietspad te verbreden, komen om die reden ook zo min mogelijk paaltjes terug. Op enkele punten zullen ze geplaatst worden. De vraag is dus of we door het plaatsen van paaltjes de zaak veiliger maken. Of dat er wat anders moet gebeuren. En ik denk dat het verstandig is om dat eerst eens uit te gaan zoeken. Het genoemde fietspad richting Raalte vanuit Lemelenveld is opgenomen in het fietsnetwerk, het kernfietsnetwerk Overijssel. Zoals dat binnenkort door Provinciale Staten vastgesteld gaat worden. En dat is een leidraad voor de komende 10, 15 jaar om te komen tot een optimalisatie van fietsverbindingen. Waarbij, en dat zal duidelijk zijn, de belangrijkste fietsverbindingen hoogstwaarschijnlijk de voorrang zullen krijgen. De prioriteit. Wat ik me dus voorstel is dat wij ter plekke eerst onderzoek gaan doen van wat is er nou precies aan de hand. Ten tweede een oproep om dit soort meldingen bij de daarvoor juiste instantie te doen, namelijk de buitendienst van de gemeente, zodat we actie kunnen ondernemen. En ten derde de veiligheid die zou misschien wel met een andere ingreep gediend zijn dan het plaatsen van paaltjes. Maar daarover heb ik op dit moment nog geen mening. Mevrouw Hamerman, misschien aanvullend nog vragen? Nou, geen vragen, maar wel even een toelichting. De meldingen die bij mij gekomen zijn, die zijn ook al, denk ik al wel 2 jaar bij de buitendienst gedaan. En daar bereiken ze niks, dus daarom hebben ze gezegd van we gaan plaatselijk belang opzoeken. En ze lichten mij nog in als plaatselijk belang, dus vandaar dat ze bij mij kwamen. Maar omdat het al zo lang speelde en ik die persoon ook al zo lang aan de lijn heb gehad, heb ik toch de gemeente om het nu maar op deze manier op te pakken. Dus er is wel degelijk melding gedaan.
Verder ben ik blij met de toezegging dat er onderzoek gedaan wordt. En als dan paaltjes inderdaad niet de beste oplossing is, maar een andere idee, als het fietspad maar schoon is en veilig is, dan is onze wens in vervulling gegaan. Dus wat dat betreft geen probleem. Dus dank voor de toezegging om het te onderzoeken. Dank u wel. Anderen nog? Kijk even rond. Meneer Nijkamp. Kessel. Waardering dat er aandacht is voor de veiligheid van fietsers. Prima. Maar in het zoeken naar de oorzaken mis ik toch nog wel één laag. En dat is namelijk van waarom rijden mensen vervolgens over het fietspad? Blijkbaar heeft dat te maken met de toestand van de weg. En ik zou de wethouder willen vragen om daar dan ook eens goed onderzoek naar te doen. Want misschien ligt daar wel uiteindelijk de oorzaak van dit probleem. En dit heeft ook alles te maken, wat mij betreft, met het punt van hebben we voldoende middelen en prioriteit aan het wegenonderhoud. Dat is natuurlijk een heikel punt. Daar hebben we ook met begroting over gehad. Maar we zijn daar wel benieuwd naar. Dus misschien kan de wethouder in die zin ook dit punt meenemen. Dat is een verzoek. Ja, meneer Nijkamp, als we iets onderzoeken, dan onderzoeken we het grondig. En niet alleen de fietsers. Want de oorzaak wordt, nou laat ik naar alle waarschijnlijkheid maar zeggen, wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er andere voertuigen ook gebruik maken van die fietspaden. Het enige wat ik nog wel naar voren wil brengen is dat we momenteel wel met een uitzonderlijk natte periode te maken hebben. En dan is het ook niet altijd mogelijk om zandwegen in optimale staat te houden. Maar dat begrijpt u ook. Meneer Klein-Koerkamp nog. Ja, dank u voorzitter. Ik kan me nog herinneren dat een jaar of 6, 7 geleden we hier een keer vragen gehad hebben over van aanwonenden over de veiligheid van die paaltjes langs de fietspaden. Dat ze beslist worden als de aanwonenden zagen dat als zeer onveilig. Daar ben ik wel blij met uw antwoord dat dat ook via de CROW niet kan. Maar het fietspad naar Raalte vanuit Lemmerdeveld is toch wel een heel erg druk fietspad. Meer dan 500 fietsbewegingen per dag is geen unicum, denk ik. En vandaar dat wij al enige tijd bezig zijn om daar wat andere onderzoeken naar te doen. En daar contact hebben met andere partijen. Maar daar komen we te zijn tijd nog even op terug. Ik stel vast dat u allemaal heel erg druk bent met dit fietspad. Het was voor mij eerlijk gezegd totaal nieuw. Ik wist niet dat het zo aan de orde was, maar goed, het zij zo. Mevrouw Ramerman was tevreden met de beantwoording en de heer Klein-Koerkamp gaat zijn eigen bijdrage leveren aan het verdiepende inzicht. Voorzitter, ik heb nog even een toevoeging. Ik had ook een melding van Sterrenbosweg, misschien kan de wethouder dan daar ook even naar kijken. Oké, dank u wel. De wethouder hoeft niet te reageren. De wethouder deed al het verzoek om, als er klachten zijn over beheer, onderhoud, openbare ruimte, om dat bij de buitendiensten dan te melden. En als die klachten natuurlijk niet gehonoreerd worden, dan kunnen ze altijd nog bij de wethouder komen. U gaat hier nog een slag overheen doen, meneer Royalkas. Er is geen rondvraag in dit soort vergaderingen. Dat vind ik altijd zo jammer. Misschien moet je dan die vraag vooraf schriftelijk stellen. Maar had ik de vraag willen stellen, zijn de raadsleden het met mij eens dat de buitendienst anderhalve week geleden tijdens de storm op donderdag een geweldig goede prestatie heeft geleverd? Nou, ik weet niet of de rest dat met u eens is, maar ik wel, meneer Royakkers. En was dat ook niet de buitendienst die de ene prijs naar de andere naar binnen haalde en dat ook nog eens een keer tegen de laagst denkbare kosten? Nou goed, gaat ongetwijfeld af en toe ergens iets mis. Daar zaten geen fietspaden bij. Ik ga naar het vervolg van de agenda. Want dan hebben we de vragenronde gehad, die tik ik af. Zo, punt 4, vaststelling agenda. Ik begreep dat de heer Wildfank... Ik wil graag een motie vreemd aan de orde inbrengen en laat graag een uur over waar het dan het beste past. Maar adviseer door de G4 en die zegt dat het dan agenda punt 6a wordt. Dus dan doen we dat zo. Dan ga ik verder met de agenda. Dan kom ik bij agenda punt 5, evaluatie Job. Volgens mij was dat een akkoordstuk. En kijk even rond, dat is zo denk ik. Hè? Dan lees ik hem voor. Kennis te nemen van de evaluatie van de Job Dalfsen in het najaar van 2017. 2. In te stemmen met de conclusie dat de tijdelijke periode van 6 maanden te kort is gebleken om een goed beeld van het gebruik van de Job Dalfsen te krijgen en daarom de tijdelijke periode van de Job Dalfsen te verlengen met een jaar.
en 3 in het najaar van 2018 het functioneren van de JOP opnieuw te evalueren. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal? Nee? Neem me niet kwalijk. Wie gaat ermee akkoord? Nog een keer, want dan moet ik heel goed gaan kijken. Dat hoeft normaal gesproken niet. Dat zijn de fracties van de ChristenUnie. Ja, want anders leek het alsof u verdeeld stemde. De ChristenUnie, D66, de Partij van de Arbeid en het CDA. En dan ga ik ervan uit dat de fracties van gemeentebelangen en de VVD daar tegenstemmen. En daarmee is het voorstel aangenomen. Heb ik goed gerekend, griffier? Ja, daarmee is het aangenomen. Agenda punt 6, statutenwijziging, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Komt rechtstreeks in de raad, geen commissiebehandeling gehad. En aan u wordt gevraagd om in te stemmen met deze statutenwijziging. En instemming kan slechts onthouden worden als de overheersende invloed van de overheid op het openbaar onderwijs in de stichting niet is verzekerd. En volgens de wethouder is dit hier niet van toepassing. Maar goed, misschien denkt u daar anders over. Wie van u mag ik het woord geven? Kijk rond, dat hoeft niemand. Nee? Meneer Wildvank. Ja, ik ben nu... Naar aanleiding van zo bijna. Ja, dat is dan wel bijna zo, want als ik u nu goed beluister, dan heb ik niks meer te vinden op dit punt. Ik wil toch het punt wel gemaakt hebben. En dat gaat over één stukje in de nieuwe... statuten. Laat ik ook vooropstellen dat ik het van harte eens ben met het feit dat er sprake zal zijn van een meer directe inbreng in die Raad van Toezicht door de medezeggenschapsorganen. Dat is een hartstikke goede ontwikkeling, direct mee eens. Maar er staat een puntje waarin staat dat als de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan het profiel, dan kan de Raad van Toezicht dat weigeren. En dan wordt hij gewoon... aan de kant geschoven. En dan moeten ze binnen 3 maanden eventueel, moeten medezeggenschapsorganen binnen 3 maanden opnieuw met een kandidaat komen. Eerlijk gezegd, dat vond ik wel een wat onwenselijke manier van redeneren. Want een medezeggenschap is al een gekozen vertegenwoordigend orgaan. En die komen dan met een vertegenwoordiger. En vervolgens kan de Raad van Toezicht zeggen, doen we maar even niet. Dat vond ik en vind ik een onwenselijke situatie. Dus ik begrijp, ik ga er dus mee instemmen, moet er mee instemmen, want anders doe ik iets onwettelijks. Zou mij niet... Dat zou ik niet durven. Maar ik zou de Raad van Toezicht wel willen meegeven dat ik, dat vanuit mijn positie geredeneerd, dit een echt onwenselijke manier is om dit eventueel af te dichten. Wethouder, uitslag? Want het is meneer Rooijakkers. Nou, we hebben toch even tijd. En, dat was waar ik aan het begin van de vergadering. Ja, dat snap ik. Daar maakt hij opmerking. Maar ik zal het kort houden. Want vanuit de good governance, zoals dat gebruikelijk is bij raden van toezicht en raden van commissarissen, is dit een heel gebruikelijke methode. Omdat een raad van toezicht of een raad van commissarissen moet als college en als geheel functioneren. En daarbij zijn profielen met deskundigheid belangrijk. En het is op zich een uitzonderlijke situatie. En dat zie ik ook in andere semi-ambtelijke organisaties. Dat er niet een versterkt voordrachtrecht is, maar dat er een benoeming plaatsvindt eigenlijk vanuit zo'n suborgaan. Zonder dat er gekeken wordt naar de profielen en naar de deskundigheid. Want het moet wel zo zijn dat diegene gewoon vol kan functioneren als lid van een raad van toezicht. Nou, en dat betekent dus dat er een voordrachtrecht is, een versterkt voordrachtsrecht. Maar dat de raad van toezicht als gremium ook kan zeggen van nou we vinden dat niet past binnen ons geheel en u komt er maar met een ander. Dat is heel normaal, dat is helemaal niks bijzonders, meneer Wildvank. Meneer Wildvank, ik ga toch ook de heer Uitslag de gelegenheid geven om te reageren. En dan krijgt u het woord weer. En de heer Rooijakkers heeft denk ik aangegeven dat een versterkt voordrachtsrecht anders is dan het recht om iemand te benoemen. De benoeming vindt door de Raad van Toezicht zelf plaats en niet... door de medezeggenschapsraad. Volgens mij is dat het punt dat hij probeerde te maken. Wethouder Uitslag. Ja. Voor mij las de heer Wildvank het ook correct voor. Dat als het niet past in het profiel, dat dan de Raad van Toezicht kan weigeren. Ja, dus het is eigenlijk een soort kwaliteitstoets. Waarmee we, en dat ben ik met de heer Rooijakkers eens. Als je van tevoren een profiel opstelt... en de persoon die wordt voorgedragen, die past daar niet binnen. En wordt vervolgens wel voorgedragen, want die moet slikken. Dan werkt dat natuurlijk niet. Hè. Je moet als college natuurlijk wel je werk kunnen doen. En daarmee is denk ik een soort veiligheidsklep toegevoegd.
Maar u kunt zich een beetje voorstellen dat als die veiligheidsklep te vaak wordt gebruikt, dan het systeem niet meer functioneert. Dat we dan ook echt een ander gesprek hebben. Ook als college met het Raad van Toezicht. Ik zie het als een veiligheidsklep om te borgen dat er echt kwaliteit wordt toegevoegd aan de Raad van Toezicht. En volgens mij zijn we er met z'n allen bij gebaat. Meneer Wildvank? Ja, ik snap de opmerking van de wethouder, die van de heer Royakkers ook wel. En het is mij heel goed bekend dat dat soort getrapte toetreding en waarbij er ook eens een oordeel van de Raad van Toezicht zelf bij komt, dat snap ik heel goed. Alleen in deze situatie, waarin er sprake is van een medezeggenschapsorgaan, dat bestaat uit ouders die dan een voordracht doen aan de Raad van Toezicht van een publieke stichting, acht ik het niet wenselijk. Dus ik begrijp heel goed dat we dit mogelijk hier niet rond gaan krijgen, maar ik wil hier aangetekend hebben dat ik deze manier van het verbod kunnen opleggen door een Raad van Toezicht niet wenselijk acht. En ik beschouw dat gewoon als een stemverklaring en neem dat mee in het verslag van deze vergadering, als u het goed vindt. Mag ik hem dan daarmee afsluiten? Anderen nog behoeften? Niet? Mag ik gewoon in één klap door dan naar de besluitvorming? De stemverklaring is gehoord, meneer Wildvank. En dan ga ik nu naar de statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. En het voorstel is om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Wie van u gaat daarmee akkoord? En die is wel met algemene stemmen. En dan is dat besloten. Agenda punt 6a, motie vreemd aan de orde van de dag. De heer Wildvank dient een motie in. Staat hier. Ik vind het spannend. Laat komen. Nou ja, dan moet hij eerst in beeld komen in ieder geval. Hangt een beetje van de lengte af. Valt hij mee? Oké. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp aansluiten Statiegeldalliantie. De Raad van de Gemeente Dalfsen in openbare vergadering bij 1 op 29 januari 2018 gelezen dat zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen. Niet alleen in Dalfsen, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Op 31 augustus 2017, de toenmalige staatssecretaris het rapport Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve grote bijdrage levert aan de bestrijding van plastic soep en zwerfafval. Op 25 november 2017, een statiegeldalliantie, en dan komt er een website adres waarop staat statiegeldalliantie.org, is gestart waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineens slaan voor uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. En door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle petflessen en blikjes in te voeren. De Tweede Kamer in februari 2018 het rapport Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes behandeld in het Algemeen Overleg Circulaire Economie, zie commissievergadering Circulaire Economie, overwegende dat landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flesjes en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Meer recycling van PET en de blik en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand. En tot slot de gemeente Dalfsen zich, net als onder andere Kampen en Zwolle, kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer, verzoekt het college de gemeente Dalfsen aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. En gaat over tot de orde van de dag. En de indieners zijn de heer Wildvank, Partij van de Arbeid, mevrouw Ramerman, CDA, de heer Royakkers, D66, de heer Nijburg, ChristenUnie en de heer Veldhuis, VVD. Nou, ik heb het gevoel dat u daar allemaal met elkaar al over gesproken heeft. Nog behoefte aan enige toelichting, meneer Wildvank? Volgens mij spreekt de motie voor zich. Het is voor mij wel echt toevallig dat ook gisteren een aantal grote bedrijven hebben aangekondigd zich dit onderwerp ook aan te trekken. En daarvoor in de periode 2030-2040 grote stappen te willen maken. Maar het leek mij in ieder geval belangrijk dat we elke stap die we maar kunnen zetten op dit gebied ook werkelijk zetten. En dus ik grijp dit graag aan om nu naar voren te brengen. En voor de motie spreekt voor zich. Anderen nog, naar aanleiding van de motie. Meneer Hof? Ja, dank u wel. We hebben alle tijd, hoorde ik, dus ik wil er wel iets van vinden, want ik weet niet of het u opgevallen was, we hadden niet mee ondertekend.
De motie is sympathiek en het terugdringen van restafval, zwerfafval is een belangrijk onderwerp. De intentie achter de motie waarderen we dan ook zeer. We hebben echter wel getwijfeld of we met het aansluiten bij die statiegeldalliantie het beste signaal afgeven. Daar wil ik toch wat toelichting op kwijt. We hebben in Nederland een effectieve manier van inzamelen en scheiden van allerlei vormen van plastic en blik in ons afval. Kleine flesjes en blikjes is niet de enige basis van het zwerfafval. Het probleem is vooral een mentaliteitsprobleem. We moeten af van het idee dat we het normaal vinden dat rotzooi op straat of in de natuur gegooid wordt. Een ander punt waar we toch wel wat aandacht voor willen vragen is dat nieuw plastic en blik is veel te goedkoop om te produceren. En de bijdrage en de verwijderingskosten is laag. Deze week hebben inderdaad 11 multinationals in Davos afgesproken om in 2025 100% gerecycled verpakkingsmateriaal in te kopen en te gebruiken voor hun eigen producten. En daar zou wat ons betreft de overheid zich meer voor moeten inzetten. Gerecyclede grondstoffen moeten de norm worden en dat moet veel aantrekkelijker gemaakt worden dan het gebruik van nieuwe grondstoffen. Op die manier komt het inzamelen van gebruikt plastic in ieder geval in een andere sfeer terecht. En met het uitbreiden van een statiegeldregeling wordt het weggooigedrag slechts beperkt beïnvloed en de kern van het recyclevraagstuk wordt er niet geheel mee opgelost. We zien dan deze steun voor die alliantie ook meer als een ondersteunende maatregel van een veel breder en een gedegener aanpak. Waar we wat twijfels hadden is dat we wat risico zien dat zo'n statiegelddiscussie nogal aandacht in de media gaat krijgen en de kern van het probleem zou kunnen overschaduwen. Dus we denken dat het slechts een druppel op een gloeiende plaat is, maar we zullen de motie wel steunen. Oké. De heer Hof wijst erop dat we het probleem nog niet mee gaan oplossen, maar het is wel een kleine bijdrage. Dan neemt u genoegen mee, meneer Wildfang, denk ik. Ja, ik denk dat we het eigenlijk bijna over de hele linie eens zijn. Ik ondersteun ook graag zijn woorden daarin. Alleen, wij zijn er wel van overtuigd dat elke kleine stap is er ook eentje die ertoe doet. Dus wij nemen hem toch graag. Oké. Dan ga ik even verder, want dan kan ik hem denk ik al in stemming brengen, of niet? Mag dat? Is er nog behoefte aan een reactie van het college? Ja, meneer Schuurman. Allereerst ook van deze kant het begrip dat het een groot probleem is en dat we er wat aan moeten doen. In de overdracht met de heer Agricola heb ik een aantal zaken besproken, omdat hij ook in een commissie zat met betrekking tot afval. En hij gaf daar ook de punten eigenlijk aan die de heer Hof net heeft aangekaart. Dus dat zou voor mij een reden zijn om een en ander goed te laten onderzoeken. Maar hoeft niet zo heel erg goed te tellen, dus wat dat betreft is het heel duidelijk. We gaan hem gewoon uitvoeren. Als ze naar voren komt. Oké. Ja, fijn. Ik ben ook nog eens een keer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten, zoals u wel weet. En dat zwerfafval is een van de grootste irritatiepunten die de vereniging waar mijn leden voor staan mee te maken heeft. En elke prikkel om te komen tot gedragsverandering, zelfs al is het een financiële, juich ik persoonlijk toe. Ik durf dat nu wel te zeggen, gezien het feit dat u naar alle waarschijnlijkheid gewoon unaniem voor die motie gaat stemmen. En ik heb geen stemrecht, maar had ik stemrecht gehad, dan had ik voorgestemd. Dus dan breng ik hem nu in stemming, als u het goed vindt. Ik ga hem verkort voorlezen. En dat is verzoekt het college de gemeente Dalfsen aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie. Wie van u stemt daarvoor? En dat bent u allemaal. Dan is die met algemene stemmen aangenomen. Naar de besluitenlijst willen, vaststellen van de besluitenlijst van 18 december 2017. Mag ik hem vaststellen? Het gaat zowel op de openbare als de besloten deel. Ja? Dat is dat agenda punt 8, openbare lijst voor ingekomen stukken. Iemand van u, naar aanleiding van de openbare lijst voor ingekomen stukken. Dat is niet zo. Dan tik ik die ook af. Dan kom ik bij agenda punt 9, volgens mij. En dat is de sluiting. Mag ik u van harte bedanken voor uw inbreng tijdens deze eerste vergadering van het jaar. Op weg naar de tweede. Ik sluit de vergadering.